Hezen. Goedenavond, je luistert naar Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley, live vanuit Vondel CS hier in Amsterdam. En we zijn, als de techniek het tenminste houdt, ook live te zien via de Facebookpagina van Mr. Motley. En die videoregistratie die vind je na de hand ook weer op YouTube en op Artube. Kijk op artube.nl. En terugluisteren, dat kan dan weer via Mr. Motley of via gewoon je eigen vertrouwde podcast. En als je kijkt, dan zie je hoe dat gesprek zich hier ontvouwt en hoe een andere kunstenaar daar weer op reageert. Elke uitzending maakt namelijk iemand werk op basis van het gesprek dat hier te horen is. En vandaag is dat Tjitske Oosterholt. Zij gaat luisteren en dan zien we wel wat er uit haar handen vloeit. Daar gaat ze ook nog over praten, dus dat is leuk en spannend. En aan het eind van het uur is er weer een project dat op Voor de Kunst staat. Het crowdfundplatform voor de creatieve sector. Maar eerst natuurlijk mijn hoofdgast Fiebeke Machini. Zij heeft een fascinatie voor meten en maten. Hoe worden maatindelingen bepaald en wat betekenen die vervolgens voor ons? Ze maakte bijvoorbeeld een schitterend boek dat volledig gaat over de grootte en het gewicht van een aangespoelde walvis. En dat is dan het grootste en zwaarste dier dat we kennen. Als je alle pagina's achter elkaar legt, heb je dan bijvoorbeeld de lengte van dat beest. Maar ja, echt te bevatten is het gewicht niet. Zelfs niet als je het probeert uit te leggen in delen van de Westentoren van Amsterdam. Dus een kwart of een tiende of een achttiende. En ook de mensen in het boek die gevraagd worden in te schatten hoe zwaar zo'n walvis is, die geven de meest uiteenlopende antwoorden. Waardoor dus ook de nut van het systeem op losse schroeven staat. En met andere systemen speelt Fiebeke ook bijvoorbeeld met het gebruik van taal. Ze meet de afstand die je ogen afleggen als ze al lezend over een pagina glijden, in dit geval van het woordenboek. En dat is ongeveer de afstand van een marathon. En als je het zo bekijkt, dan wordt onze taal ineens een meetlat. En kan een berg net zo hoog zijn als het woord blinde bibliotheek. Dat wil dan zeggen, zo hoog als de afstand die je ogen afleggen tot ze in het woordenboek het woord blinde bibliotheek hebben gelezen. Fascinerende kunst wat ons betreft. En ze komt tijdens de ontwikkeling van al haar werk dingen tegen die aan de randen van onze aandacht liggen en die poëtische werken opleveren. Fiebeke, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Die fascinatie voor maten en meten, waar komt dat vandaan? Ik denk dat het eigenlijk allereerst ontspruit uit een onmacht. Zoals het meetsysteem nu in elkaar zit. We worden verwacht gewicht over het algemeen in kilo's uit te drukken, lengte in meters. Maar eigenlijk merk je snel dat wanneer je een grote afstand in meters probeert uit te drukken of een groot gewicht in kilo's, dat eigenlijk voor beide invoelbaarheid gaat. Mm-hmm. Dus eigenlijk heel snel wijken mensen uit naar andere andere referenties. Tenminste, zo merkte ik in dat walvisboek. Zoals de Westentoren van Amsterdam. Ja, ja. Of was dat jouw eigen? Nee. Zo'n grote fantasie heb ik niet. dat was een heel grappige referentie inderdaad. Ik vroeg iemand, hoe zwaar denk je dat een blauwe vinvis is? Hè, het zwaarste dier ter wereld. En iemand gaf als antwoord, ik denk zo zwaar als een halve Westertoren. Dat vind ik mooi, want dat brengt eigenlijk een Westertoren en een walvis dichter naar elkaar toe. Zeker. Of het wijst een overeenkomst aan, waar ze eigenlijk verder totaal... ze hebben veel meer verschillen dan overeenkomsten. Ja, ook dat. Ja, tuurlijk. En weet jij waar de grens ligt? Hoeveel meters kunnen wij nog bevatten en wanneer begint de fantasie? Dat verschilt natuurlijk. Ik denk mensen die bijvoorbeeld voetbalvelden aanleggen, die zullen daar een iets betere inschatting over hebben. Ik denk dat het een beetje... Tenminste, ik dacht eigenlijk dat het veel vakgerichter was of ervaring. Je daar bewuster van maakt of daar een beter idee van geeft. Ja. Maar dat valt eigenlijk nog wel mee. Als in degene die het dichtst bij het bekende gewicht van de walvis komt. Het was geen natuurkundige of een wiskundige of een architect. Het was een lieve vriendin met een ontzettend omslachtig antwoord. Ja. Hoe leg eens uit? Ja, goed. Dus ik heb heel veel verschillende mensen gevraagd, hoe zwaar denk je dat een walvis is? Ja. Een blauwe vinvis. Toen bleek ook dat
dat die blauwe vinvis in onze hoofden een heel verschillend divers formaat heeft. Sommige mensen dachten dat het een soort grote tonijn was. En anderen dachten dat, dat de Eiffeltoren nog niet groot genoeg was om in de buurt te komen van een walvis. Deze vriendin van mij die had het idee dat alle zoogdieren een soortzelfde verhoudingen hadden van hun hart ten opzichte van hun lijf. Het zou goed kunnen overigens. Weet ik eigenlijk niet zeker of dat waar is. Bijna een soort mystieke leer, een soort kabbala-achtige. Ja, of houding. Een soort gulden snede misschien. Er zit natuurlijk een soort... Kijk, een hart moet in staat zijn om door het hele lijf bloed te pompen. Dus ik kan me voorstellen dat daar een soort verhouding is die succesvol is. Of die effectief is. Maar weet zij dan hoe groot het hart van een walvis is? Dat had ze toevallig een keer gelezen. Op, ja, zoals je toch soms hele irrelevante weetjes onthoudt. Ja. Was dat kennelijk bij haar bijgebleven. En toen is ze eigenlijk aan de hand van haar vuist. Ze zei, mijn hart is zo groot als een vuist. Toen is ze eerst gaan denken hoeveel vuisten er in haar lijf passen. En omdat ze wist dat het hart van een blauwe vinvis zo groot was als een mini Cooper. Ja. Heeft ze vervolgens gedacht hoeveel... hoe vaak past... Nou ja, heeft ze zichzelf weer in die mini Cooper gestopt. En ik heb halverwege, want ik noteerde steeds het hele antwoord om eigenlijk te kijken hoe werkt ons hoofd. Hè? In hoe werken die stappen om tot zo'n antwoord te komen. Mm-hmm. Tot zo'n inschatting. En ik heb halverwege tegen haar gezegd, je mag nog stoppen. Je mag nog van koers veranderen. Maar ze kwam tot een heel nauwkeurig antwoord. Wauw. Ja. Maar het gaat jou dus eigenlijk om de manier waarop dat antwoord tot stand komt. Dus je zegt, ik beschrijf heel nauwkeurig de stappen. Ja. Dan ben je daar misschien meer in geïnteresseerd dan of het antwoord klopt of niet. Ja, dat ontstond eigenlijk een beetje. Zo had ik het niet van tevoren bedacht. Ik wilde eigenlijk kijken of er überhaupt... Gewoon, ik was echt nieuwsgierig hoe groot denken mensen dat die is. Maar ik kwam er eigenlijk achter dat die antwoorden ontzettend leuk waren. En ook dat die antwoorden dus eigenlijk weergaven dat onze brein niet denkt in meters of kilo's, maar dus in Westertorens en het formaat van onze eigen auto's en in vuisten en in heel inofficiële maatstaven. Ja, precies. Wat het nog subjectiever maakt dan een maatstaf überhaupt misschien al wel is. Of een maatstaf probeert natuurlijk objectief te zijn. Ja. Maar slaagt daar misschien ook wel niet altijd in. Gaan we het zo nog over hebben. Hoe werkt dat meten en die maten voor jouw nieuwste project? Cloud Inverse bijvoorbeeld. Kunnen we het aan de hand daarvan eens illustreren? Ik denk het, maar laten we het proberen. We gaan het ook niet doen. In het Tylers Museum. Ik ben in Haarlem opgegroeid. Ik ben heel vaak in het Tylers Museum geweest. Maar pas onlangs ben ik eigenlijk tegen een bijzonder stuk in het Tylers Museum aangelopen. En dat is de top van de Mont Blanc. En die ligt daar als een driehoekig steentje graniet in een vitrinekast. Wat een bijzondere plek is voor de enige bergtop in Nederland. Ja, precies. En eigenlijk, ik denk, die verwijst misschien niet meteen naar het meetsysteem. Maar het zegt wel iets over... Over hoe mensen een soort fascinatie hebben voor superlatieven. Dus de hoogste berg is een soort symbool van overwinning. Omdat hij de hoogste is. En als het de drie na hoogste is, zou zijn geweest, is het een ander begrip. Dat nou juist die hoogste berg uit de Alpen in ieder geval. Dat nou juist daar de top geëlimineerd eigenlijk of afgenomen is en ergens anders naartoe verplaatst is. In het vlakste land wat je je ongeveer kan voorstellen verblijft. En nog steeds bergtop heet. Dat vond ik eigenlijk heel boeiend. Is dat dan zielig of is dat dan heel mooi eigenlijk? Dat hij dus toch nog een top is. Zielig voor de berg bedoel je? Ja, voor het topje zelf. Voor het steentje. Die is natuurlijk onwijs gedegradeerd op een bepaalde manier.
Ja, ik vind het leuk dat je een steen zulke menselijke gevoelens toekent. Mm. Ik weet het niet. Ik denk, het is ook best een eervolle plek als we het als we kijken naar hoeveel bewondering die nu ontvangt. Dat is toch, heeft wel een. Mijn boek is haast aan hem opgedragen. Ik weet niet hoeveel andere stenen dat kunnen zeggen. Leg even uit wat je boek behelst. Ik liep daar dus tegen die bergtop aan. En daar staat dus bij een titelbordje, Topje van de Mont Blanc. Boeiend vond. Kan inderdaad een topje wat verwijst naar een locatie, kan dat losgekoppeld van de berg waar het de top van is, nog steeds topje zijn? Daar ben ik toen over na gaan denken. En begint het eigenlijk mee, die vraag. Daar begint het eigenlijk mee. Ja. En daarmee is het ook een soort begrip in mijn hoofd geworden, die top. En heb ik eigenlijk gedacht, dan zijn er dus verschillende toppen. Dan is dit er misschien één. En hoeveel meer zijn er mogelijk nog meer? Mm. Ik heb me een beetje verdiept in die wetenschapper die deze top in een wetenschappelijke expeditie in 1787 heeft afgenomen. En hij maakte de eerste wetenschappelijke tocht naar de top van de Mont Blanc. Het was de tweede expeditie die succesvol was. En heeft als eerste de hoogte van die berg vastgesteld. Waarmee die dus eigenlijk voor het eerst fenomeen werd. En heeft daar bovendien een reisverslag van bijgehouden. Waarin hij heel gedetailleerd een wereld beschrijft die eigenlijk voor de mensen die dus in het dal woonden onbekend was. Want hij was daar een pionier. Mm-hmm. En dat reisverslag heb ik met hulp kunnen vertalen uit het Frans. En dat is een prachtig reisverslag geweest. En ik vond daar een soort hele mooie analogie tussen lopen, afstand afleggen en daarover schrijven. En daar heb ik eigenlijk een soort relatie ontdekt die ik heel boeiend vond en die ik zelf wilde gaan onderzoeken. Dus ik ben toen in zijn voetsporen getreden. Dus ik ben ook vorige zomer naar de Mont Blanc getrokken. Mm-hmm. En heb in zijn navolging ook een reisverslag daarvan bijgehouden. Een soort logboek. En wat is dan die relatie tussen lopen en het schrijven daarover? Hoe druk je dat uit? Ja. Er zit een soort wat is het precies? Het is een soort nauwkeurigheid, lijkt een beetje eenzelfde soort tempo in te zitten, gevoelsmatig. Maar het is ook dat als je eenmaal begint te lopen, dan komen er ook allerlei verhalen op. En goed, en je legt een afstand af en je kan haast niet anders. Ik bedoel, in dit geval ging ik heel gericht in die voetsporen van die Saussure. Mm-hmm. Zo heet die wetenschapper. Ik volg dus ook in zijn. Ja, ik klom ook in die pen. En zoals je dus eigenlijk niet een tocht bij haast kan maken zonder in iemands voetsporen te treden, zo kan je ook eigenlijk haast niet iets schrijven zonder aan andere teksten te denken, merkte ik. En ik heb in voorbereiding op die Mont Blanc klim heel veel gelezen ook over de geschiedenis van bergbeklimmen, over lopen, over wandelen. En wat ik opmerkelijk vond was dat er haast in ieder boek een footnote, wat dan een heel mooie term ineens wordt, maar een referentie naar een andere vertelling, een ander boek was. Dus dat eigenlijk in het schrijven over lopen dus weer, heel vaak wordt herinnerd wie er voor gingen. Zoals je dus bij lopen ook wel vaak kan hebben. En dat werd uiteindelijk een soort sport om eigenlijk elk boek wat ik las, ben ik vervolgens de het volgende boek wat ik ging lezen was dan de referentie die weer in dat boek genoemd werd. Dus las in iemands voetsporen. Ja, ik las zo weer terug, eigenlijk een soort route terug. En ik dacht dat ik daarmee in een soort oervertelling terecht zou komen.
Ik dacht dat ik in de tocht door de Rode Zee of de oude dreamlines van de Aboriginals in Australië, dat ik dus op zo'n soort plek terecht zou komen. Maar ik eindigde bij Hans en Grietje. Oh, nou, dat is ook wel een oertekst. Ja, het is wel een soort... misschien wel een soort moederverhaal van het pad. Ja. Ja. En merken we dit allemaal in het, binnen hetzelfde project nog? Dus Hans en Grietje, dat zit in... Ja. Ja, okay. Ja, ik heb eigenlijk in dat reisverslag wat ik heb gemaakt... maak ik een verslag van 17 dagen. Ook zo'n soort opgebouwd. Hè? Als het begint met een datum, een tijd, een locatie. Ja, en eigenlijk in die tekst die ik, of in die tocht die ik zelf afleg, heb ik ook allerlei andere verhalen en andere zijsporen eigenlijk vervlochten. Dus eigenlijk die gaandeweg tegenkomt. En zo is het dus ook een soort vertelling van andere verhalen geworden. En valt het voor jou ook onder de term meten? Dus dingen vastleggen en bijeenbrengen? Nou, ik weet niet of dat per se meten is. Het is een soort in kaart brengen, wel. Dus wat dat betreft heeft het misschien... Overeenkomsten. Ja, heeft dat wel overeenkomsten. Ja, want je sprokkelt eigenlijk op een heel fantasierijke manier... allerlei verhaallijnen bij elkaar. Ja, ja. Hoe zou je zeggen dat jouw rol als kunstenaar is, zeg maar? Spreekt dat daar een beetje uit? Ja, nou, ik denk wel, wat ik heel leuk vind aan een nieuw project beginnen, is dat ik een soort, ik ga vaak uit van een soort vraagstuk. En eigenlijk weet ik nooit waar het naartoe gaat. Dus gaandeweg inderdaad, zoals je zegt, ik sprokkel van alles bij elkaar. En heb vervolgens een net zo grote taak in weer dingen weg te gooien en in dingen te verdiepen. Maar je komt altijd op een spoor terecht wat ineens heel boeiend blijkt. En ik vind het, ik werk graag zo dat ik dingen met elkaar in contact breng. Dat ik dingen samen knoop. Het is een beetje, om in de wandelanalogie te blijven... Alsof je, als je net begint met een wandeling in de bergen, dan zie je een mooie kiezel. En dan denk je, oh, die is prachtig. En je stopt hem in je zak en je loopt verder en je vindt steeds meer mooie steentjes. En uiteindelijk heb je echt zware zakken en je moet nog een halve berg op. Yeah. En dan moet je eigenlijk weer selectie maken. Een beetje zo. Ja, precies. En dan klinkt het bijna alsof jij als kunstenaar zegt, jongens, deze verhalen zijn er ook nog. Let ook eens op deze verbanden of zo. Is dat het? Ja, ik denk... Ik vind het mooi om eigenlijk ze aan elkaar te verbinden. Omdat ze allemaal een soortzelfde poging doen, denk ik. Om een voorbeeld te noemen... zijn er een paar verhalen die ik volg van mensen... die door de eeuwen heen naar die top toe proberen te klimmen. Mm-hmm. De eerste hond die de top van de Mont Blanc bereikt. De eerste piloot die zijn vliegtuigje aan de top neerzet. Yeah. In plaats van dat hij van onderaf komt. En dat zijn eigenlijk allemaal pogingen om zo'n punt te behalen. Te veroveren soms ook. Er zit ook iets heel... een beetje een schaduwkantje aan. Ik vind al die verschillende verhalen... vind ik dat samen... daar kan ik wel een soort lijn in zien. Mm-hmm. Ja. En als je dan dat allemaal bij elkaar gesprokkeld hebt... en je moet gaan snoeien... Mm-hmm. Wat moet er dan wat jou betreft overblijven? Wanneer is zo'n werk klaar? Dat was in dit geval wel een beetje moeilijk. Omdat... Kijk, een wandeling naar de top van de berg is eigenlijk over het algemeen geconcludeerd of is behaald als je aan de top staat. Van A naar B. Ja. Voorzichtig. En er zijn hele ervaren bergbeklimmers die zeggen dat al de eerste denkfout is. Want het is pas behaald als je weer terug bent in het dal. Want dat heeft nog kan heel veel gevaren met zich meebrengen om weer naar beneden te lopen. Maar goed, zo van beneden naar boven, dat is een soort de grafiek. Hè? Ik ben niet beland op de top die ik had
voorzien. Ik ben niet bovenop de besneeuwde top terechtgekomen waar ik naartoe plande te gaan. Omdat het weer te slecht was. Dus ik heb ergens voor het hoogste punt moeten omdraaien. Mm. En dan is het heel moeilijk om te besluiten wat is dan het... Hoe kan ik die wandeling dan afmaken? Of is dat de enige mogelijke eind van die narratief? Om daar aan die top te komen. Ik heb toen tijd in het dal gezeten. Eigenlijk wachtend tot de weersomstandigheden beter werden. En dat seizoen vorderde. En het bleek eigenlijk dat ik gewoon waarschijnlijk niet meer naar boven zou kunnen gaan. En ik heb toen heel veel in het... Bureau de Haute Montagne gezeten. Aan de voet van de berg in Chamonix. En daar veel met de gidsen gesproken. Een beetje wisten hoe het eraan toe ging in de bergen. En ook in een publiek logboek gelezen. Waar mensen wandelaars elkaar tips geven. Fascinerend overigens. Hele rare verhalen staan erin. Maar goed, daar las ik veel over de schaduw van de berg. En daar had ik eerder over gelezen. Want dat die berg zo enorm in de hoogte reikt... betekent ook dat hij een gigantische schaduw heeft. Mm-hmm. Horizontaal in alle omliggende dorpen. En dat eigenlijk dus de impact van die berg... Ook horizontaal enorme uitwerking heeft. En toen dacht ik, maar dat is een gigantische schaduwberg. En als daar een schaduwberg is, dan heeft die ook een top. En eigenlijk is dat toen de top geworden die ik achterna ben gegaan. Wat helemaal niet veel makkelijker bleek, want die beweegt de hele tijd. Ja. Hoe pak je dat aan? Eerst domweg op tijd opstaan en kijken om je heen kijken. Mijn vader was met mij mee. Die heeft vrij snel bedacht dat hij ook naar boven ging klimmen. Maar die is helaas snel geblesseerd geraakt. Maar goed, naar de schaduw kon hij wel met mij mee op zoek gaan. En een trouwe vader als hij was, zei hij, oké, kind, stap in. En we zijn dus het gebied gaan afrijden. En eigenlijk de hele tijd naar boven kijken en een kompas bij ons en de kaart. En we kregen steeds beter idee hoe die zich verplaatst en hoe die te lokaliseren was. Maar de derde dag dat we hem eigenlijk goed in beeld begonnen te krijgen, was het ontzettend bewolkt. Dus ja, geen schaduw. Of allemaal schaduw. Ja. En dat is het toen vervolgens gebleken. En eigenlijk heb ik toen besloten, ik moet in de winter terugkomen. Als de zon langer laag blijft hè, en er dus een langere tijd de schaduw is, dan ga ik hem halen. En dat heb ik gedaan. En dus in januari, 6 januari geloof ik, om 9:58 stond ik op de schaduwtop van Mont Blanc. Ja, want hoe doe je dat? Dat is dan een marktplein, stel ik me voor. Waar was het? Ja, een uur later zou het ongetwijfeld de marktplein geweest zijn. Ik had iemand ontmoet die mij vertelde hoe laat de zon opkwam in Cervaux. Dat is een dorpje vlakbij. In de Alpen moet je voorstellen, daar komt heel vaak de zon op. Omdat al die plaatsjes die staan op een andere locatie ten opzichte van de bergen. En dus zijn een heleboel beginnen van de dagen. Ja, precies. En daar kwam hij dus om 10:00 op, zei hij. En... dus ik kon daarheen gaan en het wordt steeds moeilijker, want je rijdt erop af en je ziet hem heel duidelijk afgetekend op die heuvel staan of die bergwand die daar tegenover staat. Geprojecteerd zie je die schaduw en hoe dichterbij je komt, hoe diffuser die wordt en uiteindelijk moet je echt rennen, want je ziet hem daar en je weet dat hij even later ergens anders heen gaat. Dus dat was nog... Ja, het was best stressvol. Je hebt hem gevonden, je hebt op die top gestaan. Ja. Is dat dan voor jou, want het begon natuurlijk, het hele verhaal begon met het topje. Is dat echt de top of is het een surrogaat top? Hoe beantwoord je die vraag? Ik denk dat het echt een top is. Het is echt een top van de schaduw.
En eigenlijk, uiteindelijk, toen ik daar was, voelde ik dat ik er was. Dat klinkt heel spiritueel, maar zo was het ongeveer wel. Ik had hem echt, ik had hem ook gevangen. Ik heb er een, of tenminste, ik heb er een foto van gemaakt. En ik fotografeer vaak analoog, dus dat. Dan pak je dat licht en die schaduw dus ook echt op die film. Mm-hmm. En in de donkere kamer ontwikkeld. Maar ja, het was een schaduwtop. Eigenlijk paste dat uiteindelijk heel goed bij alle toppen die ik onderweg tegengekomen was. Want die begint in het Tylers Museum. Ja, dat is ook een beetje een surrogaattop, zou je kunnen denken. Ook een surrogaattop. Onlangs is bekend geworden dat er in Duitsland een andere top ook is. In een museum. Dus daar is ook nog concurrentie bestaat daar. Zelfs onder de surrogaattoppen is concurrentie. Ja, en elke 2 jaar is er een officieel meetteam dat naar de top van de Mont Blanc klimt. En daar een nieuwe meting houdt. En wat blijkt, dus de top is van sneeuw en afhankelijk van het weer en de wind is die top elke 2 jaar verschilt. Nee, die. Ja. Er is helemaal geen top. Er is geen consistente top dus. Nee. Maar dan is toch alle bodem onder ons weggeslagen. Waar zijn dan nog de feiten? Ja, dat is het een beetje de grap. Het zijn misschien allemaal een beetje tijdelijke toppen. Hmm. En dat is ook best geruststellend. Als in er zijn. Dat betekent dat die kiezel, of nou ja, maar dat stuk steen in het museum daadwerkelijk waarde heeft. Want dat was ooit was dat. En misschien dat je dus helemaal niet naar de top van de Mont Blanc hoeft te gaan om iets te bereiken. Maar misschien kan je kan je naar de heuvel van Kraantje Lek en daar een hele goede tijd beleven. Ja. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, daar zijn het de tijden voor, alternative facts zijn dit. Ja. Jij verzint een andere top. Ja. Die Trumpiaans gezegd net zo groot is en waar die net zo mooi is eigenlijk. Mm. Hoe kijk je daarnaar? Is dat iets wat je in de politiek mag je dat niet doen natuurlijk. En in de journalistiek ook niet. Mm-hmm. Mag het in de kunst wel? Kun je in de kunst wel zeggen, hey, deze top, mijn surrogaattop is net zo waardevol als alle anderen? Ja, ik denk daar wel veel over na. Want het is natuurlijk een hele levendige term. Alternative facts. En hij spreekt ontzettend tot de verbeelding. Ja. Als in het is een term die door een soort science fiction schrijver bedacht had kunnen worden. Ik denk dat het verschil dus ligt in dat, dat de kunst wordt in principe of in beginsel eigenlijk bevraagd om zijn waarheid. Als je een schilderij ziet, dan wil je eigenlijk, oh, het lijkt wel op gras en het lijkt wel een wolk. Maar je weet eigenlijk de hele tijd dat het dat niet is. Mm-hmm. Het is een representatie of het is een, het is... Het is iets anders. En ik denk, dat maakt ergens de kunst, geeft de kunst heel veel vrijheid, vind ik. Omdat er niet soort het aura omheen hangt dat de harde werkelijkheid is. Wat dat ook mogen zijn. Het doet überhaupt niet de claim dat het waar is. Nee. Ik denk dat het eerder een soort oefening biedt voor eigenlijk... Wat is waar? Eigenlijk is dat, ben je dat de hele tijd, omdat je naar kunst kijkend vaak aan het testen bent. Hè, van is het waar, is het niet waar? Is het fictie, is het autobiografisch? Eigenlijk ben je daardoor de hele tijd jezelf vragen aan het stellen. Wat is? En wat dan? Wat als het niet waar is? Maakt dat het minder mooi, maakt dat het minder belangrijk? Of ik weet niet, daar denk ik dat de toeschouwer meer de invulling doet. Ik denk wat het verschil is dus van een Trump die alternative facts noemt, dat hij een autoriteit is. Dat hij die uitspraak doet als de president van de Verenigde Staten. En dat er een heleboel mensen
zullen geloven wat hij zegt. Ja, hij doet wel die waarheid. Hij doet wel de claim. Ja. En hij ontkent een heleboel, toch ook wel aangewezen informatie. Ontkent hij totaal. En ik zou, ja. Lieg jij wel eens in je werk? Mag dat in jouw werk? Ik denk wel dat ik wel eens lieg. Maar ik lieg ook tegen mezelf. Dus uiteindelijk begin ik het echt zelf te geloven. Je fabuleert, als het ware. Ja. Zeggen ze dat in psychiatrische termen. Oh, ja, ja, ik wil daar verder geen ziektebeeld op plakken. Maar... En, wil je erover praten? Ja, schuiven liggen. Want je zegt, ik lieg wel, maar ik lieg ook voor mezelf. Ik lieg tegen mezelf. Ja, als in soms kan ik wel een... Ja, ik weet dus al niet meer eens meer wanneer. Maar soms kan ik wel denken, oh, het was eigenlijk mooier geweest als het zo was geëindigd. Ja. En dan ga ik dat langzaam denken. Wat goed. Of dat is het begin van koekoek. maar goed, wel met een doel natuurlijk, toch? Ja. Het doel van de narratief of zo. Ja. Maar vul dat eens in. Wat zou het doel kunnen zijn binnen jouw kunst, binnen die context? Ik denk soms dat de fictie eigenlijk meer zegt over de werkelijkheid dan de werkelijkheid, gek genoeg, doet. Leg eens uit. Dus dat... Dat er een 1984 geschreven kan worden, wat eigenlijk heel voorspellend of heel veel over de... dan is het de toekomst, maar heel veel zegt over de leefwereld, terwijl die eigenlijk geschreven is als als science fiction. Ja. Wat was ook weer je vraag? Wat het doel is om te liegen. Dus dat ja. Je, ja. Ik zeg het dan heel hard, maar wat is het doel om... Ik denk ook wel dat soms, dat vind ik grappig, soms besluiten mensen iets te geloven. Hmm. Bijvoorbeeld, ja, volgens mij is dat heel veel, is dat heel vaak het geval. Hmm. En waarom is dat in de kunst dan geoorloofd? Of waarom dient dat het hogere doel? Ja, omdat je dan toch plezier beleeft. ik zag een tijdje geleden een documentaire over een vervalser van hele dure wijn. En die had het echt zo prachtig. Zijn vervalsing ging zo ver. En hij maakte etiketten. En hij maakte zelfs voorspellingen van hoe die enorm dure wijn uit een goed jaar van een bepaald huis zou hebben gesmaakt. En hij probeerde dat ook samen te stellen. Ja. Allemaal hartstikke nep. Maar eigenlijk toen het uitkwam dat hij een vervalser was, wilde haast niemand geloven dat hij een vervalser was. Want dat betekende dat ze hun geld hadden vergooid. Dat betekende dat dat hele geloof wat ze in die soort daarin hadden gelegd, dat ze voor de gek gehouden waren. Juist. En dat wilden ze eigenlijk niet. Dus uiteindelijk, hij was opgedoekt, noem je dat? Nee, uit... Ja, hij was opgepakt. Hij had zijn kaarten open moeten gooien. Ja. Maar eigenlijk wilde niemand... De illusie was te mooi eigenlijk. De illusie en was mooier. Ja. Dan de waarheid. Ja. En dat zouden we misschien ook wel voor kunst kunnen zeggen. Ja. En ik denk ook heel vaak had het net zo goed wel zo kunnen zijn. Kijk, dat vind ik ook een hele mooie zin. We gaan even naar Tjitske, want die is druk bezig. Wow. Tjitske, vertel eens, wat heb je al gemaakt? Ja, ik werk zelf eigenlijk best wel abstract. En ik vind het heel lastig om dan een gespreksonderwerp te vertalen. Want ik vertaal liever ook niet visueel iets. Ja. Maar ik vond het hele concept van tijd en afstand leggen wel heel erg mooi. Dus ik ben eigenlijk begonnen met één bepaalde pen, een bepaalde kleur. En ik merkte op een gegeven moment dat het gesprek een beetje veranderde. En toen dacht ik, oké, ik ga een andere pen en kleur pakken. Uh-huh. En op die manier eigenlijk een soort van afstand van het gesprek vastleggen op een hele abstracte manier. Wow. Dus dat, en ik heb wel, als je op een gegeven moment over zijspoor of een wandeling, dan merk ik wel dat ik daar bepaalde vormen een beetje aan koppel. Maar voor de rest is het eigenlijk heel erg gerelateerd aan de tijd en afstand. Voor de mensen die luisteren, kun je een beetje omschrijven wat er op het papier staat? Het zijn eigenlijk alleen maar stippen. En ik ben gewoon continu stippen aan het zetten. En dat doe ik al vanaf het begin van de uitzending. En dat wil ik eigenlijk tot het einde van de uitzending doen.
En het is in verschillende kleuren en verschillende diktes. Te gek. Dus dat wordt dan een heel beeld. Het is ook wel mooi. Het lijkt een beetje op een plattegrond. Ja, ja, maar je zei ook op een gegeven moment iets over in kaart brengen. En is natuurlijk ook iets in kaart brengen, maar dan heel, ja, op een hele andere manier. Ja. Dankjewel. Nou, we komen straks bij je terug. Ga lekker door. En dan gaan we kijken hoe, ja, welke kleuren er allemaal bij komen en welke zijpaden. Kunst is lang met Luc Heesen. Ja, je luistert naar Kunst is lang en mijn gast vandaag is Fibeke Machini, die de wereld om zich heen bekijkt, vragen stelt en zo op hele avontuurlijke zoektochten gaat. Bijvoorbeeld naar de vraag wat er met de energie gebeurt die vrijkomt tijdens de crematie. En dat je de warmte van een overledene nog langer kan voelen dan je gedacht had. Hoe zit dat, Fibeke? Ja, ik moet wel vast zeggen dat dat een... het is een van mijn lievelingsprojecten. Tegelijkertijd is er eentje waar ik op het moment de minste tijd aan besteed. Omdat het heel complex is. Kijk, daar houden we van. Complexe dingen. Probeer het bondig samen te vatten. Ja. Wat ging het over? Ja, ik zal even, misschien moet ik zeggen eerst hoe ik erbij op het spoor ben gekomen. Dat was namelijk via de walvis. Ik vroeg me af, wat gebeurt er als een walvis aanspoelt? Dat is een probleem van formaat. En er is een heel beeldend filmpje van een explosie waarin, of een, ja, van een scène waarin een aangespoelde walvis met dynamiet de lucht ingeschoten wordt, om op die manier een groot probleem in stukjes op te lossen. Dat is een van de methodes om van een aangespoelde walvis af te komen. Mm. Wat het meest gebruikelijke is op dit moment in Nederland en ook in Duitsland en verschillende landen in deze regio. Om een aangespoelde walvis uit elkaar te halen, het skelet te scheiden van het vlees. En dat vlees is heel vethoudend. Dat wisten ze vroeger al, toen maakten ze er vaak olielampen van. Maar nu zijn we echt niet veel verder van die uitkomst. Wat er nu gebeurt is dat wordt door een soort als restproduct verwerkt. En omdat er dus zoveel vet in zit, kan je dat verbranden en daar energie uit opwekken. En dat gebeurt dus. En dat gebeurt met alle kadavers in Nederland ook. Dus de dode kalfjes. Als je je lieve hond Vicky laat inslapen bij de dierenarts. Dat komt allemaal daar terecht. En daar wordt Vicky wel een goed gekozen naam in dit verband. Ja, we hadden echt een hond die Vicky heette. Sorry. Dit is sorry. Nee, ja, ik weet niet eens hoe die gestorven is. Maar goed, dat is misschien nog erger. Maar goed, zo komt dat terecht op het. En dat heet groene energie. En het kan dat we daar op het moment onder zitten. Maar leg even uit hoe de situatie is. Wordt dus iets verbrand, een kadaver of misschien zelfs een mens gecremeerd? Oh ja, nee, mensen doen niet mee in dit verhaal. Dit zijn, want we voelen ons heel. De regelgeving is heel anders als het aankomt op. Lijken of kadavers. Mm-hmm. Als je een kadaver vindt, dan kan je de kadavertelefoon bellen. En dan kan dat worden opgehaald. En dat komt dus allemaal daar terecht. En daar wordt energie uit opgewekt. Dat vond ik ontzettend boeiend. Want energie of elektriciteit bedoel ik eigenlijk. Okay. Elektriciteit is een soort anoniem begrip. We weten dat we er zuinig mee om moeten gaan. Maar ja, als je groene energie koopt, weet je niet zeker of je ook daadwerkelijk groene energie krijgt. Je betaalt voor de windmolens, maar alle elektriciteit wordt eigenlijk op een hoop gegooid en daar tap je van af. Dus het kan zijn dat we inderdaad bij het licht zitten van een geliefde huisdier, ex-geliefd huisdier of dus inderdaad een walvis. En dat maakt je toch dat anders doen kijken naar het ganglicht wat je de hele nacht aan hebt laten staan. Want daar heb je toch een kleine hamster weggebrand, zeg maar. En dus het geeft een soort personificatie of een soort, het geeft een gezicht aan elektriciteit. Mm-hmm. En dat vond ik mooi. En dat bracht me ook op het idee, ja, wat gebeurt er met de warmte die vrijkomt bij crematoria? Ja, wel van een mens. Ja, inderdaad. En? Nou,
Daar gebeurt dus al in sommige gevallen wat mee. In Nederland is het zo dat geavanceerde crematoria doen vaak zo dat de warmte die uit de ovens komt, wat deels misschien menselijke warmte is, maar ook zeg maar de stookwarmte, mm-hmm. Wordt opgevangen en daar wordt de aula mee verwarmd, de publieke ruimtes. Maar dus, het kan dus zo zijn dat jij het kopje koffie van de warmhoutplaat, zeg maar in de kantine, dat die verwarmd is met de tante die net gecremeerd is. Ja, dat zou kunnen in theorie. Ja, dat gebeurt dus in sommige gevallen wel. Maar het merendeel van de warmte wordt momenteel nog gewoon via het klepje naar buiten gelaten. Ja. En het is grappig, want het heeft ook snel iets. Daarom vind ik het zo boeiend. Als het dus inderdaad het warmhoutplaatje, als het de warmte wordt uit het warmhoutplaatje, dat rijmt niet helemaal met hoe je naar je tante keek. Dus het is bijna, je krijgt bijna een soort idee van dat er goed besteden of eervolle warmte is, of eervol gebruikte elektriciteit en dus inderdaad het warmhoutplaatje. En dat, ja, dat geeft een soort, ja, het idee dat er een gepastere bestemming is voor die warmte. Ja. Is dat iets waar je mee aan de slag wil? Hoe krijg je eervolle crematie-energie? Ja, want het heeft een soort lading. natuurlijk. zoveel volt. Maar dat is wel iets waar ik een soort mogelijkheid zie om, om een bestemming voor te bedenken. Ja, denk het zou natuurlijk ook een heel mooi iets kunnen zijn. Dat er een soort lamp opgloeit op het moment dat die energie vrijkomt. Dat je bijna als soort van teken nog je tante ziet wegglijden of zo. Kijk, we hebben nu de ceremonie van crematie is nu dat je eigenlijk de as meekrijgt. Wat een soort het puin eigenlijk is. Hè? Dat is, ik bedoel, er wordt nog wel veel waarde aan gehecht. Want het wordt uitgestrooid op een mooie plek. Ja. Maar het schijnt compleet dood te zijn van DNA bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk heel raar materiaal. Maar daar gaat het ook niet echt om. Het gaat om het soort ceremoniële aspect eraan. Wat heel belangrijk is. Want het is, je neemt afscheid van iemand. En daar horen een soort gebruiken bij. Als niet religieus, dan gewoon persoonlijk. Ja. En inderdaad, daar heb ik ook wel een soort van mogelijkheid gezien met die energie, met die elektriciteit, om die daar dus mogelijk op te vangen zou zijn. Ja. Want nu wordt die warmte, die wordt doorgevoerd. Maar eigenlijk dacht ik inderdaad, je zou daar dus ook op diezelfde manier als die walvis, je zou daar elektriciteit uit kunnen opwekken en een soort ingekapselde energie kunnen inzetten voor iets. Ja, bijvoorbeeld dus een lamp. Dat lijkt mij. Is dit trouwens, je zei net even, dit is mogelijk, hè? Zo even tussendoor. Is dit zo'n gevalletje waarin je denkt, hier kan ik misschien de waarheid een beetje afsnijden of kan ik het mooier maken? Want het is nog niet helemaal mogelijk. Toch? Ja, nee, het is nog niet helemaal. Maar je kunt het dromen. Ja, het is eigenlijk wel mogelijk. Okay. Alleen wat nog niet helemaal mogelijk. Wat nog niet. Er moet nog in geïnvesteerd worden. Want het is eigenlijk niet. Kijk, energie wordt over het algemeen. Moet het efficiënt zijn? Dit is nog helemaal niet efficiënt. Om daar dus een soort dynamo op te zetten. Om daar. Nee, precies. Daar constant elektriciteit uit op te wekken. Maar dat moet dus de emotionele waarde worden eigenlijk. Ja. En ook daar komt natuurlijk weer de kunst om de hoek kijken. Dat kun je duidelijk maken en dat kun je aanbieden. Ja, of, en dan moet je dus inderdaad met een energieopwekbedrijf in gesprek gaan en ze daarvan overtuigen. Zodra je daaruit bent, horen we graag meer. We blijven even een beetje op morbide terrein. Bijvoorbeeld het werk Doodsreutel is ook een werk wat je hebt gemaakt onlangs. Ja. Je merkte dat de Dikke van Dalen het woordenboek elk jaar woorden schrapt. Niet alleen nieuwe woorden toevoegt, maar dus ook gewoon woorden loost. Mm-hmm. En jij vond dat het woord Doodsreutel niet mocht verdwijnen. Ja. Ja, ze geven iedere 10 jaar een nieuwe editie uit. De driedelig. Soms 3,5-delig, maar de Dikke van Dalen.
En dat is eigenlijk, ja, geldt dat als de meest complete, meest uitgebreide versie, een handboek van de Nederlandse taal. Ja. En juist omdat het ook zo'n, ja, zo'n referentie is van de Nederlandse taal, vind ik dat dan een interessante samenstelling, die hele, al die woorden op een rij. Inderdaad, daar komen elke keer nieuwe woorden bij. Maar, en daar worden er ja, enorm veel ook geschrapt. Ja. En eigenlijk ja, vroeg ik me af, wat is er voor nodig? Welke woorden worden geschrapt en op basis waarvan? Want eigenlijk sterven ze uit, volgens het woordenboek. Sterven ze uit het handboek van ons vocabulaire. En dacht ik eigenlijk, ja, hoe stel je vast of een woord is te stoppen te bestaan? Ja. Toen heb ik het woordenboek gebeld om dat te vragen. En toen hebben ze mij uitgelegd dat er van alle tekst die gedrukt wordt in een soort in de publieke omgeving, dat allemaal geteld, eigenlijk gescreend wordt. En dat alle woorden daarin geteld worden en in gigantische corpora terechtkomen. Dat is hun term ervoor. Mijn hoofd duizelt daar een beetje van. Maar ik gebruik ze alleen om te zorgen dat het niet uitgestorven is, dat woord, volgens mij. Dat ja. Zelf blijven pushen. Ja, misschien. En dat er... ja, als een woord dus ondermaats gebruikt wordt, dan is het dood verklaard. En dan gaat het er dus uit. Dat gaat over een langere tijd, hoor. Dus dat is niet binnen een jaar dat het er meteen van daaruit ligt. Maar goed, dus dat, op die manier wordt dat bijgehouden. Ik was samen met Oscar Santillan was ik uitgenodigd voor Glub Dub Drip. Heel leuk. Hoe heb je doodsreutel levend gehouden? Ja, we hadden dus eerst ontdekt dat hij was uitgestorven. Wat voor een woord als doodsreutel ironisch is. Toen we eigenlijk doorkregen dat het uitsterven van de woorden die de dood beschrijven ook onze taal beïnvloedt. En dus de manier waarop we naar de dood kijken, als we de woorden uit de vergetelheid raken, of in de vergetelheid, dan is het belangrijk dat die gereanimeerd wordt, dat woord. Hmm. Dus dat hebben we toen besloten dat te doen. Hoe doe je dat? Dan moet je hem dus drukken. Want dan wordt hij weer geteld. En dan doet hij weer mee in de corpora. Plus één, hè, voor corpora. Corpora, twee. en doodsreuten moeten we vaak zeggen eigenlijk. Ja? Want die ligt er dus uit. Maar goed, dan moet je hem drukken. En wat leek nou een gepaste plek om een woord als doodsreutel te drukken? In de krant, bij de overlijdingsadvertenties. Dus we hebben een overlijdingsadvertentie geplaatst in memoriam voor doodsreutel. En daarmee is hij dus weer een keer geteld. En nou ben ik ontzettend blij dat Mr. Motley hem ook weer op Instagram geplaatst heeft. Want dat is natuurlijk ook zo'n enorme database van termen. En daar is hij weer een keer genoemd. Ja, dankjewel. Dus, het zijn waanzinnige verhalen. En ze beginnen dus bij een hele simpele vraag. Ja. Is wel weer duidelijk geworden. En gaandeweg trek je aan allerlei draadjes en komen er hele systemen die worden blootgelegd. Ja. Mooi, dankjewel. Ik ga even naar Tjitske. Ik ben benieuwd wat is het geworden? Ja, het is gewoon verder gegaan eigenlijk. Mm-hmm. Zijn er kleuren bijgekomen? Grote paden, zijpaden? Ik heb alleen rood nu toegevoegd. Okay. Hiervoor was het alleen blauw en zwart. Dus meer om gewoon iets meer contrasten te bieden. Ja. Mijn keuzes zijn vaak vrij intuïtief. Het is bijna alsof je van boven op een soort van rivierbedding kijkt. Met allemaal stroompjes die zich vertakken. Ja, het is gewoon een pad wat afgelegd is in de afgelopen drie kwartier. Ja, hoe is deze werkwijze jou bevallen? Ga je vaker... Ik werk wel vaker op deze manier, maar dan luister ik vaak naar muziek. Dus ik word heel erg beïnvloed door geluiden. Ja. En ik vind het ook wel interessant om dat met gesproken woorden te doen.
Ja, het ziet er te gek uit. Dankjewel. Fijn dat je het experiment met ons wilde aangaan. Ga vooral naar mrmonty.nl, dan zie je wat het geworden is. Dankjewel, Tjitske. Dankjewel, Wiebeke ook. Ja. Ik ga nog even zeggen dat... Doodsreutel wil ik in ieder geval zeggen. En ik wil ook zeggen dat je de Instagram-account van Wiebeke moet bekijken. Want daar zie je hele mooie kleine poëtische fotootjes. Bijvoorbeeld hoe een kopje cappuccino eruit ziet als er een vlinder in is geland en weer is weggevlogen. En hoe opa zijn jaarlijkse Sinterklaas gedicht voor de hond voorleest. Dat vind ik ook wel een hele mooie. Maar we eindigen onze uitzending natuurlijk met onze partner voor de kunst. De crowdfund-site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week is dat fotograaf Gerrit de Heus. Hij is heel Nederland doorgetrokken om foto's te maken van kampioenschappen. En zijn crowdfunding die gaat om de realisatie van een fotoboek. Nederland in kampioenschappen. Van palingroken tot prutmarathon. Ja, dat klopt. Gerrit, ja. Welkom. Hallo. Wat is een prutmarathon? Een prutmarathon is eigenlijk slootje springen voor gevorderden. Dus het is een flink weiland in Noord-Holland. In iets van 20 sloten die mensen door moeten. Oké. En dat gaat op allerlei verschillende manieren. Is dit het gekste kampioenschap wat je bent tegengekomen? Nee, er zijn wel gekkere geweest. Ik heb woksleeën heb ik gezien. Dat is dus met een soort van plastic wok van een berg sneeuw af. Ja. Dat was wel een vreemde. Bubbelvoetbal. Dus dat zijn die opgeblazen ballen waar mensen in zitten en daar voetbal je mee. Zeker. Dus dat zijn wel de meest bijzondere. Okay. Tenminste de meest vreemde die wel vooral voor de lol gedaan zijn. Ja, zeker. Ja. En je hebt een fotoboek en allerlei foto's. Ja. Nee, hè? Omschrijf er eens een paar. Bladeren er eens doorheen. Wat is jouw favoriet bijvoorbeeld? Mijn favoriet? Nou ja, dit vond ik wel een mooie... ik weet niet of mensen het beter herkennen, maar dit is Quidditch. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Harry Potter toch? Harry Potter, ja. En dat is dus nu ook een soort van officiële sport geworden. Ja. En dat was ook wel een van de bijzondere waar ik geweest ben. Want ik kwam daar aan en... Ja, ik kende zwerkbal niet echt. Dus ik zie heel veel ballen, heel veel mensen en overal gebeurt er wat. Ja. En mensen lopen dan in plaats van met een bezem, lopen ze met een plastic of een PVC-pijp tussen de benen. Ja, want bij Harry Potter vlieg je op een bezemsteel, ga je achter een vliegend gouden balletje aan, geloof Precies. ik. Precies, en misschien omdat het geen bezemsteel is, gaat dat vliegen werkt niet helemaal. Nee. Dus, maar het is heel bijzonder om te zien. En het mooie vind ik eigenlijk dat het wel, voor mij is het dan best wel vreemd als je er aankomt, voor de meeste mensen die het zien. Ja. Maar zij beleven het heel erg serieus. En dat vind ik ook wel weer interessant, want ja, wie bepaalt eigenlijk wat een echte goede sport is, een serieuze sport, en wat is een spelletje. En ik vergelijk het een beetje met darten, dat wordt gezien als een grote sport, maar... Ik ben ook bij het NK flipperen geweest en dat wordt een stuk minder serieus genomen. Ja. Dus, en wat maak je van die zwerkbal? Wat maak je voor foto? Omschrijf hem eens. De eerste foto die ik heb is... ik merk dat er heel veel geknuffeld werd tijdens... het is heel erg sportief. dus het was echt tussen de wedstrijden tegenstanders die vooraf elkaar op die manier begroeten en ook achteraf. Mm-hmm. En ja, daarnaast een actiefoto van mensen, iemand met een bal die dus op weg gaat naar het doel. En ja, wel met een PVC-pijp tussen zijn benen. Dat moet hij wel tussen zijn benen houden. Anders, anders... Hey, wat is voor jou de ultieme sportfoto? Of in ieder geval zoals jij hem maakt. Waar moet hij aan voldoen? Nou, voor mij moet hij iets losmaken. En ik heb wel gemerkt dat eigenlijk vaak de momenten eromheen zijn, ervoor of erna. Wat ik interessanter vind, dat eigenlijk mensen de foto zien dat het misschien een beetje verrassend is. Zoals wat is zo'n moment? Ik zal even kijken of ik... Nou, dit is dan Boerengolf en dan zie je een man... je kan natuurlijk die foto maken dat die man die bal slaat met een houten klomp. Mm-hmm. Maar het moment dat die bal in de sloot gaat en dat die bal uit de sloot gehaald moet worden... Dat zegt voor mij dan eigenlijk wel meer. Dat vind ik net even een leuker moment dan echt alleen het slaan van die bal. Want wat zegt dat? Zit daar ook de knulligheid in van zo'n spelletje? Of? Ja, er zit ook wel een beetje de knulligheid in. Mm. Ook wel een beetje... Ja, weet je, het is aan de ene kant grappig. Ook een klein beetje treurig, maar ook niet... niet om die mensen voor gek te zetten, laat ik zo zeggen. Maar het maakt het wel wat leuker. Weet je? Ja. Het is net een beetje een leuker moment dan alleen het slaan van die bal. Oké, en hoe competitief zijn Nederlanders eigenlijk? Want je bent heel Nederland doorgetrokken langs allerlei NK's. Ja, nou ja, als je ziet...
je kunt eigenlijk overal Nederlands kampioen in worden. Dus ik denk wat dat betreft dat het wel... Ik heb op een gegeven moment ben ik gaan zoeken... puur op Google naar NK en wat er vervolgens kwam. En toen kwam ik hele gekke dingen tegen. Dus wat dat betreft wil iedereen waarschijnlijk wel kampioen worden. En kan dat volgens mij ook. Ja. Ja, het is ook wel weer bemoedigend. Ja. Vind ik ook wel weer, ja, dat is toch ook wel weer leuk. Hey, en je kunt ook zeggen, een spelletje of zelfs überhaupt een sport... kun je als iets zinloos wegzetten. Hè? Dat is heel snel gedaan. Het is allemaal doelloos. Maar ja. wat vind jij de waarde van die sport? Nou, ik vind wat ik nu gezien heb, vind ik vooral de waarde is vooral de vrijwilligers die zich volledig inzetten. Die mensen leven helemaal voor hun hobby of voor hun sport. Hmm. En dat vind ik heel waardevol. Wat ik ook heel vaak tegenkwam, is mensen zeggen van ja, waarom niet een heel boek over klompenkeuren of over tulpenkeuren of iets in die richting. Weet je wel, dus mensen zijn daar zo mee bezig. Ja, en ook de inzet van die vrijwilligers, dat drijft op vrijwilligers. En dat vind ik wel het mooiste. En is het dan ook een sociale plek vinden in zo'n sport? Is dat wat je erin aantrekt? Ja, wat ik zie is wel heel duidelijk het verenigingsleven zie je terug. En eigenlijk vind ik ook wel dat dit boek, die NK's zijn heel leuk en mooi om te fotograferen. Maar het is ook een beetje een kapstok om wel verschillende culturen te laten zien. Je ziet echt wel iedere week bij een hele andere groep mensen. Ja, ja te gek. En tot slot, wat is jouw mooiste foto? Welke foto? Mijn mooiste, even kijken. Nou, dat is wel even lastig. Ja, kies even een van je baby's. Nou, ik vind deze... het licht is uit. Maar ik heb een foto van het disc golf... En het mooie daarvan is dat je dan... je ziet in eerste instantie niet per se wat het is. Je ziet 5 mensen op een rijtje staan in een bosje zoeken. Yeah. En ja, nogmaals, dat vind ik dan net even wat meer, wat leuker dan iemand die alleen maar die frisbee gooit. Dus dat vind ik wel een van mijn favorieten. Ja, ja kan ik me voorstellen. Dankjewel. Het kan een heel mooi boek worden met de steun van de crowdfunders. Ja, hè? Ja. Op voor de kunst staat hij. Dankjewel, Gerrit. Graag gedaan. Wij zijn er volgende week weer. En wil je ondertussen meer zien van het werk van Fiebke Machini of van de impressies die Tjitske maken, ga dan naar mrmotley.nl. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde plaats. Dan zit hier fotograaf Willem Poelstra. Graag tot dan.